De jeugdopleiding van NAC wordt steeds meer betrokken bij de organisatie. Dagelijks zijn er een hoop mensen in de weer om de NAC jeugd klaar te stomen voor het eerste. Ik ben de fysieke trainer van de jeugd van NAC, oftewel de onderbouw van NAC, dat is de C en de D. En daar doe ik onder andere een stukje blessurepreventie, coördinatietraining, oftewel het hele fysieke gebeuren eigenlijk om spelers fysiek sterker en fitter te maken. Dat doe ik door middel van oefeningen, spelvormen, probeer ik de spelers eigenlijk wat looptraining te geven, coördinatietraining, blessurepreventie. En dat allemaal om ze eigenlijk voor te bereiden op het echte werk. En dat is eigenlijk waarbij ze hoog op het niveau gaan spelen. En dat doen we één keer per week hier op 100 meter loopafstand van dit complex. Zodat de spelers eigenlijk de krachttraining, dus mijn fysieke training, goed kunnen combineren met de veldtraining wat ze hier krijgen. Laten we zeggen, een voetballer heeft een bepaalde zwakte in zijn heupen. En dat kan hij niet oplossen door het voetballen. Tijdens oefeningen waarbij hij vormen op sprongvormen moet doen. Eenbenige oefeningen waarbij hij door zijn knieën zakt. Op die manier kan hij bepaalde zwaktes in zijn lichaam. Kan hij door middel van die training kan hij dat gaan versterken. En een simpel voorbeeld is een kniebarring wat ik net aangaf. Of een sprongvorm op een kist of van een kist af. En dat zijn allemaal oefeningen waarbij je enerzijds kan zien of er zwakte is. En anderzijds ook daar meer mee aan de slag kan gaan. Als je kijkt naar de groeisput bij jongens, zo rond de 13 jaar zit dat ongeveer. En op dat moment verandert het lichaam heel veel. Als ik even dieper erop inga, is botten groeien sneller dan spieren. Dus het is bij de trainingen die ik geef heel erg belangrijk dat we de balans vinden tussen de intensiteit van trainen. Een blok bestaat uit 3 weken. Gaandeweg iedere training hebben trainers een evaluatieformulier. Daarbij willen we zien of als er bepaalde spelers het niveau van de groep niet aankunnen. Rond deze leeftijd is het lichaam minder belastbaar. Er zijn veel veranderingen in het lichaam. En daarnaast gaan ze binnen hun spel ook steeds intensiever voetballen. Voor mij is het daarbij de kunst om de jongens niet over te belasten. Maar wel de juiste balans te vinden tussen een juiste goede training waarbij ze goed kunnen ontwikkelen. En dat is een essentieel onderdeel. Naast dat ze heel veel plezier hebben in het spel natuurlijk. Dat we de jongens op de juiste manier verantwoord trainen. Al deze jongeren nemen regelmatig deel aan NAC jeugdtoernooi.